Niet zo. Wat een meloen! Nachtkerkjes, leuk dat jullie kijken naar deze bonusvideo van vandaag. En wij hebben weer snoep besteld, of candies, daar hebben we al een keer eerder snoep besteld. Maar ze hadden freeze-dried candy en dat is nieuw. En daarom gaan we dat testen. We hebben voor 45 euro snoep besteld. En ja, het is wel op prijzen. Maar dat komt natuurlijk, ze hebben natuurlijk een machine aan moeten schaffen en iedereen wil het eigenlijk. Het is ook heel vaak snel uitverkocht op de website, maar we waren er op tijd bij. Wij zijn klaar met eten en we hebben nu dus nog 1, 2, 3, 4, 6 snoepjes ja, te gaan. Ja, van deze hebben we er 2. Ja. Dus welke wil je eerst? Ik wil beginnen met deze. Okay, waar ben jij benieuwd naar? Dat zijn de appelringen. Ja, die lijken me wel lekker. Zo, deze zijn goed. Ja. Oh, dat ruikt lekker. Ja, dat is heel zoet. Oké, ja? Ja. Niet zo. Ik vind het wel lekker, maar... Het smaakt precies naar die appelringen, maar dan... Ja, wel lekker op zich, maar... Ik geef het een 7. Ik ook. Nee, 6,5. 6,5. Nu mag jij kiezen. Ik ga voor de pizza's. Daar heb ik 2 zakjes van, dus we gaan allebei maar gewoon 1 proeven. Deze zijn ook heel hard. Ja. Er zit wel een gat in bijna. 3, ja? 2, 3. Wel lekker. Maar gewoon hetzelfde een beetje als de zeester. Ik vind de zeester lekkerder. Kijk, nu zit er ook van vulling in. Ja, hier is gummy bij mij, ja, als je goed kijkt. Maar die is ook heel hard. Ik vind het wel lekker. Het is een 7,5. Zo, die vulling. Kijk. Die vulling blijft achter je kies hangen. Ja. De koetjes. Nog open. Jij een gele en ik een roze. Oh, ze hebben nog een witte. Dat is ook hard. Ja? Is het roze? 3, 2. Meer een soort hetzelfde, maar dit is wel zachter. Maar wel een vieze smaak. Ja. Het is een beetje een neppe smaak of zo. Heel. Ja, nep of zo, ja. Net als hetzelfde smaakt. Deze is zachter. Ik vind deze 6,5. Kook. Ja. Ja, meer dan 6 denk ik. Wat een meloen. Oh, ik zit echt aan mijn tanden. Dit zijn dus de wafermeloenwetjes. De onderkant is hard. Ik denk dat iedereen die wel kent. En de bovenkant is zacht. Ja, dat is bij veel meer. Oké, ja? Die onderkant is lekker. Die onderkant is helemaal niet zo hard, maar is zo rol.
Ik vind deze snoepjes normaal echt niet lekker. Deze is echt heel lekker. Mm-hmm. Het smaakt wel echt wel naar die waterbloem. Ik geef denk ik een 9. Ik ook. Ja. Gewoon een pizza. Ik ga zo meteen hierna eentje even wat water drinken. Voor mijn tanden. Nog de koeienmix, de boerderijmix. En de persjesringen. Oké, zullen we dan wel gewoon nu nog deze doen en daarna die? Ja. Ik zal allebei een halve doen. Ik weet nog of ik kan breken, maar... Zo ziet de gele kant eruit. Ja, zo doe ik het goed. En ook weer een harde onderkant. Ja. Lekker. Deze is heel lekker. Ik ga deze denk ik 10. Ik ook. Nee, een 9. Deze is echt de smaak van zo'n perzik. Ja. Ik geef deze wel 8 en 9, ja. Ik een 9,5. Echt lekker. Maar ik hoef niet meer van hand. Nou, als laatste boerderijmix. Ik zal eigenlijk even alle snoepjes gewoon een beetje laten zien wat er allemaal in zit. Het is wel leuk om een keer te proberen, de freeze-dried candy. Het is ook wel lekker. Maar ik denk niet dat ik het vaak ga kopen. Het is wel prijzig, maar dat komt gewoon, zo'n machine kost natuurlijk hartstikke veel om aan te schaffen. En dan snap ik wel dat ze dat veel. Ja. Maar niet dat ik denk ik ga dit speciaal kopen ofzo. Kijk, hier hebben we de normale appelringen. Zitten erin. Stel ik op de achterkant wat er allemaal zit. Eitjes zitten erin, ja. Zitten ook klauwen in of zo? Ja. Vogelklauwen. En van de aardbei. Biggetjes. Eitje, oh. Dat zijn... Wist je dat dit eigenlijk UFO's zijn? Echt? Ja. Dit zijn geen eieren, maar UFO's. Wow. Muizen, deze zijn heel lekker, deze muizen. Wortels zitten wortels, erin. Wortels, ja, maar die liggen helemaal in de hand. Er zit er nog iets in waar we niet op kijken. We hebben trol, appel, ring en zuur. 7 zijn er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, ja, 8. We missen er één. Die slang. Oh nee, die hebben we. Verder zit er niks in, hè? Mag ik ze opnoemen wat erin zit? Maar jij kijkt of we het hebben. Trol, appelringen. Ja, dat zijn deze. Trolli, koeien. Nee. En... Koeien hebben we niet. Nee, maar koeien zit... Oh ja, ja, we hebben koeien niet. Ja, dat maakt niet zo uit. Nee, dat weet ik ook niet. Ik zie ze ook niet. Nee, misschien wacht op. Ja. Oké, ik wil heel graag deze uitproberen. De muis heb ik ook een keer op, maar die is echt lekker. Nou, deze is echt lekker. Ja, die ook. Dit is gewoon... Deze heb ik wel nog nooit op. Deze doe ik even. Ik weet niet. Voor de rest heb ik dit allemaal wel eens koop. Ik ook. Lekker. Nou. Oké. Dus wat zijn je 3 favorieten? Oké. En echt van dingen of ook mag dit erbij? Ik denk echt van dit, hè? Ja. Van de freeze-dried candy. Ik denk dat op mijn nummer 1... toch wel echt deze staat. Mijn nummer 1 staat deze. De Charleston Bites. Wat waren die ook alweer? Met die chocola. Hoe dat proeft. Nou, die waren wel echt lekker. Dus dat is mijn nummer 1. Daarna ook deze. Nummer 2. En daarna denk ik dan... Daarna deze. Ik daarna... Jij geeft deze 9,5. Dat was het hoogst. Ja. Nee, wacht. Ik weet niet precies meer welke cijfers ik heb gegeven. Maar ik denk dat ik deze het lekkerst vind. Deze. Daarna deze. En daarna deze. Beginnen. Ja. Dus ik zou wel zeggen... Probeer het een keer. Want het is wel leuk. Mhm. En dan zou ik gewoon die 3 bestellen die wij
favorieten, want dat zijn wel echt de lekkerste. Oh. Ik zit echt helemaal vol van het zoet. Maar wel echt lekker. Ja. Gaan we afsluiten? Ja. Oké. Okay. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van... Bonus video van vandaag. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.